gaat niet met de bus? Nee, de dames die zijn er binnen toe. Oh. En die, nou, dat zijn vrouwenwinkeltjes. Dus daar hoef ik niet heen. Ik kan niet mooi even genieten buiten. En waar, ja, precies. En waar gaat die film heen? Nergens heen. Zegt u? Nergens heen. Ik maak gewoon een paar proefopnames. Oh. Is een gehuurde camera, moet ik even kijken wat die doet. Nu staat er wel goed op hoor. Dat kan niet met zo'n kop kan je er nooit goed op staan. Dat bestaat niet. Waar komt u vandaan? IJmuiden. IJmuiden, goeien dag. Nou, we hebben hier een kennis wonen in Sneek. Daar zijn we eventjes deze oude route aan het rijden. Oh ja. En het is heel erg leuk. Het is een prachtige dag. Hè? Ja, echt. Ook dat nog. Ja. Ja, maar dat is alleen maar dankjewel zeggen. Ja. Dat je dat krijgt. Ja. Want voor hetzelfde geld regent het wel. Ja, dan heb je niet veel hier hoor. Dan heb je niet veel hier. Nee, is niks. Nou, nergens. Nergens, nee. Met regen is verschrikkelijk. Ja. Tenminste, verschrikkelijk rijden bedoel ik. En ben u visser geweest? Pardon? Visser? Vissen? Visser. Nee hoor. Visser. Nee. In IJmuiden? Oh nee. Nee. Ik heb altijd in de bouw gezeten. En wat heb je gebouwd? Begon als timmerman. Geëindigd als uitvoerder. Zo. Had u met plezier gedaan? Ja. Ik zeg altijd, ik ben eigenlijk geen één dag met tegenzin naar mijn werk gegaan. Nee. Dat is ook niet goed hoor. Nee. Mijn zoon die werkte op het stadhuis met de pest in zijn lijf. Ik kom eraan. En toen zeg ik heb altijd gezegd, als ik met de pest in mijn lijf naar mijn werk moet, dan ga ik met dansenkaarten lopen. Ja. Heb ik dus niet toe gedaan. Nou, dan laat ik je nog één keer zien. Hou me vast. Kijk, en hier heb je IJmuiden. Nee, toch? Oh ja. En hier nog één. Ik dacht dat het veel groter was, IJmuiden. Ja, IJmuiden is ook veel groter. Ja. Maar dit is dus... Ja, ik weet ook niet wie die meneer is, hoor. Nee. Maar ik... Hij zei, ik heb een beetje lastige vrouw, maar dat bent u dan. Ja, dat zal wel. Ja. Ik heb er twee. Twee vrouwen. En ze zijn koopziek, zei hij. Ja. Ze nee, kijkziek. Okay. Ik heb een hele grote koopzieke vrouw. Ja, dat moet je niet. Ik heb dat winkeltje bekeken, wat jij zei. Weet je wat ik daar miste? Nog niet. Een bedsteeg. In al die oude kamertjes. En, oh, pardon. Weet je wel, daar heb jij ook gekeken. Ja. Ik zeg tegen die mevrouw, ik mis hier wel een bedsteeg. Ja. Die zo zegt ze. Ik zal doorgeven, volgende keer is een bedsteeg. Kunnen ze een bak. Meneer, bedankt en een hele fijne dag. En u ook bedankt voor het, voor het filmpje. Nou, we zijn in de school ook geweest enzovoort. Nou ja, mezelf van 1919. Maar ja, dan toch zoveel dingen wat je in je jeugd... Die zie je hier terug. Nee, absoluut. Want dit is waar, 3 jaar geleden zijn we geweest. Maar niet in het dorp. Omdat die afslag zo lastig is. Hè? Oh ja. Dus dan, ja, en dan rij je op de kaart. En dan ben je voorbij. Nou ja, jongens, dat komt de andere keer wel. Ja, oké. Ja. Maar mijn dochter, die heeft nou de weg gewezen. Dat is mijn dochter. Ja, twee stuks. Twee stuks. Ja, hij heeft er maar twee, hoor. Hij heeft er maar twee. Inmiddels heeft hij ook al achterkleinkinderen, dus wat wil je? Kijk eens aan. Gelukkige man. Ja, hè? Absoluut. Het is ook wel mooi, leuk om even te stoppen hier natuurlijk. Ja, ja, nou, het was speciaal omdat het eigenlijk in foldertjes had mijn dochter gelezen. Ja.
Maar dat is zo leuk. Ja, ja. Ja, dus. En kom je vanavond op de televisie, hoor? Nee, ik hoop van niet, hoor. Dat neem je dan op, dat is niet erg. Oh, nee, het doet toch geen pijn, hè? Nee, het ziet er nog goed uit met bijna 86, pak ik, hè? Zo, jij je nog gezien? Goed zo. Oké, bedankt en succes. Tell you what I'm gonna do. I'm gonna holler.